Naar aanleiding van een Duitse soapserie besluiten we eens naar Lüneburg in Duitsland te gaan. Natuurlijk gaan we ook voor de hei. Zondag 25 augustus rijden we naar de camping in het plaatsje Beringen. De volgende dag is het mooi weer, dus pakken we de fietsen en gaan op verkenning uit. De heide staat nog mooi in bloei en de bijen zijn druk in de weer. Eigenlijk is het oneerlijk. Zij maken de honing, die ze zelf niet eens te eten krijgen. Alle noeste arbeid komt hier terecht. Het staat zelfs op de gevel. Binnen hebben ze een hele stelling vol met heidespecialiteiten. Zelfs buiten worden die specialiteiten verkocht. Maar we dwalen af. We gaan weer terug naar de hei. Gouden handel, die heideproducten. Overal staan die bijenkorven en kasten. Een schaapskooi, maar er staat geen schaap in. We zijn op weg naar het plaatsje Wilshede. We volgen route 7, maar de fietspaden, als je daarover kan spreken, zijn erbarmelijk. In de verte ligt de 190 meter hoge Wilshederberg. Daar moeten we overheen. Eerst nog even door een enorm heideveld. Met de fiets naar boven kan je wel vergeten. Dus een heel stuk gelopen. Maar het is het wel waard. Alleen te voet of met de fiets kun je er komen. Auto's zijn er niet toegestaan. Er wonen 46 mensen. Het lijkt wel een beetje op het woud. Alleen is hier een museum en in plaats van een theetuin een restaurant. Nou, dat komt mooi uit. Wij ook.
Het is dan wel niet vrij, maar het smaakt best. Die hebben het fietsen ook opgegeven. We moeten verder, richting de Totenkroent. Ga eens weg. Weer een mooi uitzicht. En Toten heeft niets met de dood te maken. Hier wil echter niets anders groeien, vandaar Totenkroent. Daar stonden we net. Zo te zien staat hij er al even. Er zit geen beweging meer in. Tweeprijs. Omdat het hoofdkantoor ook naar Lunenburg wil, om te kijken waar de opnames van Rood de Roze gemaakt worden, zijn we daarnaar op weg. We hebben de fietsen meegenomen, dus hoeven niet alles te lopen. Het stadhuis. In het stadhuis is de toeristeninformatie en een Rood de Roze fanshop. Om het plein staan chique panden. Ook hier weer vele vakwerkhuizen. In dit hotel vinden ook opnames plaats. Straks komen we nog wel bij de ingang. Is this the color of true love? And a love that's mine, and a love that's mine. Heb je er weer zo een? Ga weg! De hotelingang. Vrijdag 6 september is het afgesloten, omdat er buitenopnames gemaakt worden. Een oude kraan in het haventje van Lunenburg. Hiermee werd vroeger het zout, waar de plaats van bekend is, mee in schepen geladen. Ga weg, man. En lopen jullie eens door? Hij kijkt of hij niet weet wat hij ziet. We komen bij een park. En volgens het hoofdkantoor moeten we daar doorheen naar de Altstad. Heb je er weer zo een? So right.
Het zijn inderdaad romantische straatjes. Niet zo gek dat ze hier ook buitenopnamen maken. Tijd voor een biertje. Ja. Oh, net de zon een beetje. Na het biertje moeten we naar het industrieterrein. Daar zou de studio staan. Helaas, hartstikke verboden. Dan door naar Zuidorf. Daar vinden bij een oude boerderij ook buitenopnames plaats. We zijn ruim 10 dagen in Lüneburg en op de gelijknamige heide geweest. Het was de moeite meer dan waard. Alleen jammer van de fietspaden. Tot kijk.